Hoi, mijn naam is Ruben de Groot. Ik ben een van de bollenjongens. Vandaag staan we bij het bedrijf Gebroeders BB in Breezand. En we zijn hier om te komen kijken naar een stapelaar die Akerboom heeft ontwikkeld. Ze hebben die ingediend voor de innovatieprijs van 2022. En Ruben gaat ons daar wat meer over vertellen van Akerboom. Dus kom maar mee naar binnen. Morgen. Hey, goedemorgen. Morgen. Ik ben Ruben van der Tang van machinefabriek Akerboom. Sinds april werkzaam bij de machinefabriek Akerboom onder Ron Akerboom, de oude generatie, en de nieuwe generatie Olaf en Tom Akerboom. We zijn vandaag bij Gebroeders BB in Breezand om een nieuwe stapelmachine te laten zien die we dit jaar ontwikkeld hebben. Kan je wat meer vertellen over Akerboom? Ja, tuurlijk. Machinefabriek Akerboom is eigenlijk gespecialiseerd in het maken van ontsmetketels, dus de warmwaterbehandeling van bloembollen. Of het ontsmetten van je tulp of narcissen voordat je ze buiten gaat planten. Daarnaast maken we ook schuimmachines. En nou ja, zoals ik al zei, zijn we vandaag bij Gebroeders BB om een stapelmachine te laten zien. Het mooie aan deze stapeler is eigenlijk, hij stapelt alle soorten kratten. Dus tulpenkratten, leliekratten, gaasbakken en dan alle soorten gaasbakken. Dus hout, kunststof, hoge poot, lage poot, pookjes, tiptaps, toelopen. En eigenlijk vanuit de kwekerij, ontstond er een vraag naar stapelaars. Maar ja, voor export hebben we natuurlijk stapelaars die of kratjes stapelt of gaasbakken. Maar ja, de kweker die krijgt allerlei verschillende soorten fusten. Want nou ja, exporteur A wil het in dat fust en exporteur B wil het in een ander fust. Ja, het mooie van deze innovatieve machine is eigenlijk dat die compact is en dat die alle soorten fust kan stapelen. Ja, de klem die pakt eigenlijk de gaasbak op aan de vier pootjes. In het geval van kratten doet hij... Ja, klemt hij ze in de hoeken. En eigenlijk door middel van verschillende sensoren en het ingeprogrammeerde programma weet de klem waar die is. Dus hij stapelt altijd recht. Kratten stapelt hij ook altijd om en om op de juiste positie. En in de machine zit er een aanslag die duwt de krat op zijn juiste positie. Waardoor hij eigenlijk altijd, hij pakt altijd op dezelfde positie en hij weet ook altijd waar hij neer moet zetten. En ja, het is gewoon super mooi dat je met één machine, met één druk op de knop, alle gaasbakken en kratten kan stapelen. Ja. Nou, als je wisselt tussen fusten, dan is de bedoeling dat bij gaasbakken zit de ingang van de machine aan deze kant. En als je kratten stapelt, dan die in dit hek om te hangen, van deze zijde in die zijde. En dan kun je zo een onderzet ervoor, kratten kun je erin plaatsen. Nou, in dit geval is de machine dusdanig ontwikkeld dat hij alleen stapelt op onderzetters. Producten die we hebben, kan die ook uitgebreid worden met een rollenbaan en een afschuifarm. En dan zou je ook op pallets kunnen stapelen. Dus dat is allemaal mooi. Dat is allemaal te kiezen. Nou, het mooie van machines van Akerboom is eigenlijk altijd de eenvoud. We proberen altijd het zo simpel mogelijk te maken dat als er wat stuk is, natuurlijk als er wat is, zijn we er zo snel mogelijk. Maar dat je ook zelf nog je eigen kunt rennen en eventueel weer op gang kunt helpen. Maar eigenlijk, je koopt altijd een machine om voor je te werken. En dat is wel het uitgangspunt bij alle machines die we maken. En waarom is dit nou een innovatie? Nou, het meest innovatieve is eigenlijk de klem die in de machine zit. Met één soort klem kunnen we alle type fusten pakken. Met één druk op de knop switcht die van gaasbakken naar kratten. En ja, dat is ten opzichte van andere machines die we in stapel hebben, is dat weer innovatiever en gebruiksvriendelijker. Je hoeft hem eigenlijk niet om te bouwen. Waarom doen jullie mee eigenlijk met de innovatieprijs? Waarom doen we mee? Eigenlijk stilstand is eigenlijk achteruitgang. Dus ja, je wil altijd verder, je wil altijd verder innoveren. En dat is eigenlijk ook de reden dat we meedoen. We maken natuurlijk al meer dan 100 jaar machines. Maar ja, ieder jaar probeer je toch minimaal één en het liefst wat meerdere noviteiten te introduceren. Het zij een verbetering, het zij een totaal nieuwe machine. Hoe kijken jullie met het bedrijf naar de toekomst? De blik is natuurlijk altijd vooruit. Je wil altijd verder, innoveren. En zeker in de huidige samenleving, in de huidige wereld waar we nu in zitten. Mechaniseren wordt steeds belangrijker, want goed personeel is steeds lastiger te vinden. En ook met onze andere machines, met het gebruik van middelen en zulke soort zaken. Dat wordt ook steeds beperkter, dus ja, daar blijf je innoveren. Wat wil je andere bedrijven meegeven op het gebied van innoveren? Wat wil je meegeven? Ja. Eigenlijk volg je hart, doe waar je goed in bent. En ik heb al geleerd schoenmaker, blijf bij je lees. Dus doe je waar je goed in bent en verbeter dat. En innoveer in die zin dat je op jouw vakgebied steeds beter wordt. Nou Ruben, bedankt voor je uitleg vandaag. En succes met de prijsuitreiking. En misschien tot volgend jaar. Ja, nou Ruben, jullie ook bedankt voor de nominatie. En we gaan het zien. En bedankt voor jullie tijd.